Zo, hallo allemaal, daar zijn we weer. Vandaag spelen we de tweede wedstrijd, tweede competitiewedstrijd tegen Den Haag. Uit nog wel. En ja, de transfermarkt is nog steeds open, dus we proberen nog wel wat versterkingen hier en daar te halen. Spelers kwijt te raken uiteraard. Wat ik wel gedaan heb is van Steenvoorde teruggehaald, het leen die was verhuurd. Teruggehaald, want ik had eigenlijk geen reservespelers, geen middenvelders zeg maar, op de bank. En de goedkoopste optie om zo'n hem terug te halen. En vandaag gaan we eens kijken wat we tegen Den Haag ervan bakken. Oh, net te hard, net te hard, net te hard. Shit. Nee joh, wou ik toch helemaal niet. Can he turn away from the challenge here? That is a tackle and a half. And it goes for goal. Blok. Jordi Klaassi. Nou, kom op. Arsje gaat diep. En rennen jij. It's a quick break. Lekker, lekker, lekker schieten. In with the chance. Yes! And it's in for the goal. Lekker doelpunt hoor. Kijk, dit is waarom ik nou van een beetje snelle spitsen hou. Die gaan gewoon diep. Die speel je in. En scoren. Prachtig diagonaal schot. En zijn vierde doelpunt alweer. Nou, dat hebben we Kazim toch nog niet zien doen dit jaar. Zo, dat verwacht je ook niet. Ik denk ik probeer het gewoon een keer van afstand. Hij vliegt er nog in uit, 2-0. Oh, wat een makkelijk dagje in Den Haag. Tenminste, dat hoop ik. Tot nu toe is de start al beter, al 100 keer beter dan onder Rutte dit seizoen. We hadden al ook 3 punten uit de eerste 6 wedstrijden, dat schoot niet echt op. Throw in here. Hopen op een mooi seizoen. Elachmedi. Maar hij gaat daarna wat verdedigende spelen. Dus dan wel veel geel groene. Oh. Schiet dan niet recht in het midden, joh. Dat doen we daar normaal. Counter. Dat is wel heel gevaarlijk met de tactiek die ik gebruik. Ik speel met 3 verdedigers. En af en toe willen alle middenvelden zelfs naar voren lopen. En dan heb je toch af en toe een probleem. Ah goed, gaat nu nog goed. Dat is het risico van het aanvallende voetbal waar ik over nou. Kijk, nu kunnen we zelf een countertje eruit pressen. Ah, net een beetje te hard. Ah, wel 3-0. Yes! Nou, er is nu niet echt veel weerstand. De vorige wedstrijd was al 4-0 tegen Dordrecht. En nu zijn we nog geen half uur bezig en we zijn alweer 3-0 voor. Oh. Uitkijken. Boetjes als verdediger. Twee nog meer. En weer een countertje eruit. Ja. Nee. Die gaat hem afmaken. Ah, moet hij wel voorbij zijn man komen. Nou Jansen. Dit vind ik eigenlijk wel een klein nadeel van deze tactiek. Ik speel eigenlijk maar met 2 mensen aan de zijkant.
Waardoor die twee buitenspelers er ook wel erg veel verdedigend werk moeten doen, maar goed. Worden ze hard van. Zoek naar de vrije man. Still keeping the ball, still eyeing up the chance maybe, but it's not easy. Voorzet. It's a good crossing position, jammer. But the keeper takes it easily. Bevalt me trouwens toch aardig goed. Dat Toornstra eigenlijk rechts buiten is volgens dit spel. Komt gewoon centraal op het middenveld neergezet en tot nu toe bevalt het prima. Ja, wat heb je nou een Toornstra op rechts buiten in dit spel? Hij heeft geen snelheid, hij heeft geen techniek. Ja, dan heb je als buitenspeler al een probleem. Christensen. Takes the shot on. Well, he's hit it. Oh, en even meer met zijn eerste bal. Have to move. En het is rust. Nou, het ging dan weer lekker. 3-0. Ik zeg rustig eruit spelen. Probeer nog een doelpuntje te maken. Niet te veel risico. Tegen doelpunt is een kans verzonden. El-Ahmedi. Well, he's been given the ball really. He didn't have to do too much to get it. It's a poor pass. Oh, worth the try. Looks great when they do come off. Ja, zo snel is hij nou helaas ook weer niet. It's his ball. Jordi Klaassen. Rust in de tent. Hoed heb ik trouwens overgenomen van AZ. In het echt gaat hij naar Lazio, als ik me niet vergis. Transfervrij, dan had hij ook nog maar een eenjarig contract. Maar toch nog 4 miljoen voor betaald. Eigenlijk een beetje veel, maar goed. Het is jong roze, Nederlands. Vind ik altijd wel fijn. Een buitenlander moet je pas halen als hij echt wat toevoegt en niet omdat het kan. Hopen dat we daar een poosje mee vooruit kunnen. Een heel jonge verdediging. Met Kongolo, Van Beek en Hoed. Dat gemiddeld een jaar of 20 of zo. Dus hopen dat we daar nog een poosje plezier van kunnen hebben. Als ze niet besluiten om eerder al weg te... Ah, wat een kutpaas. Jezus man. Vilena. Zijbelon. Sowieso natuurlijk een vrij jonge helftal. Alleen Elamali, die is 30 geloof ik. Iets in die richting. Verder allemaal begin 20. Ja, Klaas is nu 3,24. Toornstra is nog 5,26. En verder allemaal vrij jonge gasten. Ja, Vermeer natuurlijk. Dat is ook 8,29. Hopen dat we daarop kunnen bouwen aankomende jaren. In plaats van dat we met Boulerouche en met Matthijs strijd aan moeten gaan. Beide een zak al gevuld hebben en allemaal zoiets hebben van volgens mij vinden we het wel best. Jordi Klaassen. Daar wou ik niet naartoe spelen. Een beetje riskant uitverdedigen, maar goed, maak het uit. Oeh, net op tijd gegeven, geen buitenspel, maar net te hard. Jammer. Ik denk dat ik eens even ga kijken of ik mensen kan gaan wisselen om wat rust te geven. Ik ga het Manu er eens inzetten. Asjabar er wel eens inzetten en nu hebben we nog wat meer...
Nou, laten we Van Steenvoorde er eens in zetten. En is hij niet voor niks teruggekomen. In plaats van Elma, die wordt al oud. Ik kan hem wat rust gebruiken, denk ik. Dan drie wissels tegelijk. Doe ik al vaker. Gewoon tegen de rust. Ik heb gelukkig nog nooit echt blessures gehad terwijl ik dat deed. Ja, volgens mij wel eens een keer, maar ja, ik ben gewoon pech. Jammer dan. Ik kan niet overal rekening mee houden. Zeker niet als er nog maar 10 minuten of zo te spelen zijn. Soms heb ik ook wel eens, dan wil ik spelen, wissel ik kwartier voor tijd en leg de bal niet meer uit. Loop je dan met je wissels? Ja, dit is nou weer zonde. Het zag er hoopvol uit. Sprutst het een beetje. Een beetje gemak, zegt hij, met 3-0 voor. Nee. Kom terug. Nou, Vermeer ook nog een reddingje. Kan die ook even lekker voorop komen? Ja, wat ik zeg. Wissel, maar als de bal niet meer uitgaat. Ja, ik kan hem al uitschieten zelf. Moet je ook eens wat. Jammer. Ja. Toen nog even 3 wissels. Bijna weer 4-0. Jammer. Oh, nou, daar komt terug veel wel. He wants to kick it long, sending them forward. The goalkeeper. Ja, en ze naar voren. Nou geen zin meer. 3-0 gewonnen. Kijk, 6 punten binnen. Ik zeg bedankt voor het kijken. Great day. En hopelijk tot de volgende keer. And keep the opposition out.